Een hele goede morgen, jongens. Het is vandaag woensdag al. En vandaag gaat Iden voor zijn tweede wenddag naar de opvang. Ik ga hem straks brengen en dan heb ik 3 uurtjes de tijd zonder kind. Dus dan ga ik even snel naar de pc. Daar ben ik echt lang niet geweest. Maar mijn irritante collega Noorden, die is 1 dag voor de video jarig. Dus ik dacht, laat ik even een cadeautje voor hem halen. En Daf, die gaat ook voor zijn verjaardag weg naar Dubai. Dus dat wordt een rustige maand, jongens. Een hele rustige maand. Ik zit een beetje te twijfelen wat ik voor hem moet halen. Want ik weet echt niet wat ik voor een jongen moet halen. Wat kan ik voor hem halen, Daf? Een pet. Een pet? Een te goed bom bij de hoerenclub. Een te goed bom bij de hoerenclub? Nee, dat zou hij nu niet meer leuk vinden. Nee. Of hij zou het wel leuk vinden, maar hij zou het niet meer kunnen doen. Ja, of een... Nou, skinny jeans draagt hij ook niet meer. Dus ik hoef ook geen normale broek voor hem te halen. Hey, trouwens jongens, wij hebben hem echt geterroriseerd. Hè? Ik had echt niet verwacht dat het zoveel effect zou hebben op zijn leven. Maar letterlijk overal waar hij komt is van, oh, heb je geen skinny jeans aan? Ja. En het begint nu wel echt irritant te worden en dat vind ik juist super grappig. Ja. Mensen sturen me ook video's van dat ze hem aanspreken van waar is je skinny jeans? Ik ging ook laatst een broodje met hem halen en toen zei die man ook van waar is je broek? Waar is je broek? En ook bij een meubelwinkel. Wow, speaking of the devil, hij appt me nu. Nou, in ieder geval, ik ga jullie straks gewoon meenemen. En dan gaan we even naar de PC. Oh! Toch? Kijk eens wie we hier hebben. We hebben de baby date. Appie! Kijk, je chillt op de grond. Nee. Laat maar zitten. Zo. Hi, jongens. Hi jongens, het is vandaag donderdag en het is mijn laatste show bij Funnyx. En dan midden oktober, dan begin ik weer fulltime bij Funnyx. Maar omdat dit dus mijn laatste dag is, ben ik er ook niet bij Noorden's verjaardag. Noorden is 25 september jarig, 1 dag voor de Vino. En omdat Noorden, ja, ik zie hem eigenlijk meer als mijn kleine broertje. Ook als mijn beste vriend. Dus in de korte tijd zijn we echt goede vrienden geworden. En hij heeft toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Ook al vind ik hem heel irritant. En is hij gewoon strontvervelend. Dus ik heb een leuk cadeautje voor hem gehaald. En ik hoop dat hij het leuk vindt. Ik ben gisteren naar de pc gegaan. Heb ik iets voor hem geshopt. Jullie kunnen straks zien in de vlog wat ik voor hem heb gehaald. En ik hoop dat hij het leuk vindt. Ik vind het in ieder geval echt mooi. En ik ken zijn smaak wel een beetje. Op die skinny jeans na dan. Dus ik ken zijn smaak wel een beetje. Dus ik hoop ook dat hij het leuk vindt. Echt spannend. Ik ga over een half uurtje naar werk. En ik zou zeggen, blijf kijken als je benieuwd bent wat ik voor Noorden heb gehaald. En het is geen broek. Doei! Oh ja, en ik heb dus voor het eerst na de bevalling make-up opgedaan. Wat vinden jullie ervan? Ik voel me echt gelijk weer herboren of zo. Ik heb dus zo lang geen make-up op gedaan. Maar mijn huid is ook wel echt verbeterd. Sinds ik 2,5 maand geen make-up meer heb gedragen. Maar ik voel me wel weer flikken, oké? Ik draag trouwens de lashes in Noël. Van mijn website. Voor de mensen die het niet weten. Ik verkoop dus plakwimpers. Mijn hele tafel staat trouwens vol. Moeten we nog even opruimen. Maar ik vind het eigenlijk niet echt heel leuk meer, om eerlijk te zijn. Ik verkoop al wimpers sinds ik 17 ben. Ja, sinds ik 17 ben was ik begonnen met Bonneke Lashes, heette toen. Ze veranderen naar Sunglaze. Maar mijn passie zit er niet echt meer in. En wimpers is gewoon echt een hele moeilijke doelgroep. Dus ik weet niet of ik nog heel lang ermee doorga hoor. Maar dit zijn ze. Ze zijn dus van kort naar lang. Waardoor je dus een cat eye-achtige look krijgt van deze wimpers. Ik heb ze hier ook in een doosje. Ik weet niet of je ze goed kan zien hoor. Ja, je ziet ze wel goed. Dus kijk, de haartjes aan de voorkant zijn korter en aan de achterkant langer. En ze zijn niet heel heftig. Jullie weten, ik hou echt van heftige wimpers. Maar deze vallen nog wel mee. En dat is het. Ik ben uitgepraat. En dan zie ik jullie straks bij Funnyx.
Nou, we zijn in de PC. PPC. Hey, hey. Oké, kun je ook echt smerig gaan? Zo van, wat kan deze in de vieze joggings pakken en slippen? Ja, hallo, maar mijn portemonnee is wel zwaar hoor, dus we moeten gewoon rustig doen. Je moet je blijven filmen, hoe je erbij loopt. Dan laat me even met rust, joh. Ik heb net mijn kind afgezet. Je hebt zelf ook een trainingspak aan, hoor. Dus ja, ik weet niet wat je nou zegt. Het is wel een beetje gesteld. Een beetje gesteld. Over jouw verjaardag gesproken. Ja. Ja, ik haat jou en ik hou van je tegelijkertijd. Ja. Ik mag je eigenlijk niet, maar ook weer wel. En ja, ik kun je zeggen, de laatste tijd ben ik heel trots op je. Je doet, je bent goed bezig. En hey, wat gebeurt er? Dus ik heb een klein cadeautje voor je gehaald. Echt? Dit is natuurlijk de laatste keer dat ik je zie voordat je jaag bent. Wat lief om. Ja, dus ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oh mijn god, nee. Ja, ja. Nee. Wat is dit? Ja, het is een Louis bag. Een Louis bag, hey. Maar je moet even kijken wat erin zit. Ik ben benieuwd of je het mooi vindt. Het is van mij en Daf. Zie je? Voor de mensen die geen Louis bags hebben. Het is oranje. Met een hele mooie stick. Ik ga het nu openmaken. Ik vind het wel echt te gek. Ik vind het wel echt lief. Ik verdien het natuurlijk ook. Het nu openmaken. En jullie zijn echt gek. Er zit een zak in. Zak van Sinterklaas. Wow! Wat? Ben je serieus? Ik kan dit niet aannemen. Even serieus? Nou, geef maar terug. Jij bent helemaal gek, joh. Jij bent helemaal gek. Ja, ik weet echt niet hoe ik je moet bedanken voor dit. Nou, als ik jarig ben, wil ik ook iets van Louis Vuitton. Nou, goedemiddag jongens. Wij gaan nu met Eden even snel langs Schiphol. Want we hebben dus Privium waar je dus in een lounge kan. Dus als je zeg maar gaat vliegen, dan heb je zeg maar van die business lounges toch? Nou, ik en Daf moeten nu even een oogscan maken, zodat we daar doorheen kunnen. En ik heb mijn wimps afgehaald. Oh mijn god, ik voel me zo kaal gelijk. Maar ik zie er gelijk een stuk aardiger uit. Ja, sorry, ik moet het echt opmaken, maar ik heb nu even haast. Dit is mijn outfit. Ik ga nog even een blazer over aandoen. Ik ga het even aandoen hoor, 1 seconde. Dit is een zwarte blazer van de Boohoo. Dit topje die ik hier onderaan heb ik van de Zara gehaald. En die broek hoort er ook bij. Ik moet nog even kijken welke schoenen ik aan ga doen hoor. Ik denk gewoon die Yeezys. Maar Davini wordt boos omdat ik altijd slippers draag. Maar ze zitten gewoon super fijn. En ik zeg je eerlijk, na de bevalling ben ik een beetje in blijven hangen, zeg maar, zwangerschapskleren. En gewoon comfortabel zittende kleren. Daar ben ik echt een beetje in blijven hangen. We staan hier op de blok, Draaienest. Even een flesje maken. Net even een goede pantalon gechapt hier zo. Nou, vroeger kon ik echt kapot veel junkfood eten, maar nu na 3 happen zit ik gewoon vol. Ik begin echt oud te worden, man. Vroeger had ik echt kapot veel kapsalons, ook grote. En nu een kleine krijg ik gewoon niet eens op. Nou, ik ga even snel een flesje maken. Nou jongens, ik ben in Rotterdam en ik ga mijn haar doen bij Jinsu. Ze zat... Ja, wanneer ben je naar Rotterdam gegaan? Ze zat... Sinds oktober, vorig jaar. Oh, oké. Dus ze is sinds vorig jaar naar Rotterdam gegaan. Ze zat eerst in Amsterdam. Toen de bericht van ik wil mijn haar doen en ik zit in Rotterdam, dacht ik echt nee. Maar voor de mensen die in Rotterdam mijn haar willen vlechten, is het echt de best of the best. En vandaag gaan we boho braids doen. En ja, het gaat super mooi worden en ik ga jullie laten zien hoe het eruit gaat zien. Mijn haar is echt vroes. Ik heb echt een big chop gedaan. Kijk hoe kort mijn haar is. Maar anyways, het gaat er super mooi uitzien. En ja, ik zou zeggen, blijf kijken. Jullie hebben sowieso geen keuze, dus jullie moeten blijven kijken. Hey jongens, het is vandaag zondag. En ik en Daf zijn in Baren, want we gaan een gezichtsbehandeling doen. En het is zo'n carbon gezichtspeeling-achtige masker. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb echt lang geen gezichtsbehandeling gedaan. Ik ben ook echt benieuwd of hij bij ons heel goed werkt. Ik heb die resultaten gezien en die zagen er wel goed uit. Ja? Ja. Nou, ben benieuwd. Jullie weten van mij, ik heb sowieso last van pigmentvlekken. Dus
Ik ga jullie led meenemen. Dit is goed voor acne, voor grove poriën, vettige huid. Voor wat nog meer allemaal? Fijne lijntjes. Littekens ouder dan 6 maanden. Dat is voor oude mensen met littekens. Of oude mensen met rimpels. Dit is de eerste keer dat ik een carbon peeling doe. Dus ik ben echt benieuwd naar de resultaten. Binnen hoe lang zie je ongeveer resultaat? Nou, als je weggaat, zie je in ieder geval al meteen een glow. Mm-hmm. En binnen 6 à 7 dagen zie je de resultaten. Ik vroeg ook al net of het pijn doet. Maar het doet dus geen pijn. Nee. En ze zegt dat het wel skietel. Dus... Oh, kan nu. Ja. Nou jongens, ik ben super gelukkig en ik ga jullie vertellen waarom. Ik heb mijn Henkie theetje. Schatje, wat drink jij? Ik drink Henkie thee. Ja, ik heb die flavor, ze labellen. Vandaag ga je met me mee. Vandaag meet je Siep en Dwee. Kijk hier, manja. Ik ga hem straks proeven. Maar, ja, ik ga nu de vlog afsluiten. En ik moet helaas iets mededelen, want dit is de laatste vlog voor 2-3 weken. Want ik ga weg. Ik kan niet zeggen voor wat helaas. Ja. Maar ik ben eventjes een tijdje inactief op social media. Dus ja, ik kan helaas nog niks vertellen. Binnenkort mag dat wel. Dus het enige wat ik van jullie kan vragen is wens me geluk. En ja, hopelijk tot over 2 weken weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En als je toch nog een klein beetje van mij wil zien, voeg me dan op Snapchat. Want Davinio neemt mijn Snapchat over. Zodat mijn Snapchat gewoon een beetje gaande blijft. Oké, ik hou van jullie en ik zie jullie snel weer. Doei!